20, Lynn Hoekstra tegen Aranka van der Waals. En Lola Hanneman als schrijfster. Baan 28, Lynn Hoekstra, Aranka van der Waals. Lola Hanneman als schrijfster. Baan 28. Jorrit van Essen tegen Kevin van Elswijk met Donnie de Jong als schrijver. Baan 59, Jorrit van Essen tegen Kevin van Elswijk en Donnie de Jong als schrijver. Baan 59, Henri Veenstra tegen Herman Willems met Erik Bos als schrijver. Baan 59, Henri Veenstra tegen Herman Willems met Erik Bos als schrijver op baan 59.
Baan 34, Priscilla Steenbergen tegen Mariska Robling en Evelien van Tol als schrijfster. Baan 34, Priscilla Steenbergen tegen Marissa Robling en Evelien van Tol als schrijfster op baan 34. Baan 37, Yvonne Graus tegen Sandy Gerwes. Met Klaas-Jan van der West als schrijver. Baan 37, Yvonne Graus tegen Sandy Gerwes. Klaas-Jan van der West als schrijver op baan 37. Baan 64, Maxim Nijs tegen Dummy Scheus. Met Sjoerd Rietberg als schrijver. Baan 64, Maxim Nijs tegen Danny Scheus. En Sjoerd Rietberg als schrijver op baan 64. Baan 45, Stefan Roelsema tegen Wido Bremer. Met Ronald Simon als schrijver. Baan 45, Stefan Roelsema tegen Wido Bremer. Met Ronald Simon als schrijver op baan 45. Op baan 33, Marcel Bus tegen Luc van der Kwast met Jurjen van der Velde als schrijver. Baan 33, Marcel Bus tegen Luc van der Kwast met Jurjen van der Velde als schrijver op baan 33. Baan 56, Mike Niese tegen Maurice Koekoek met René Kraaienoord als schrijver. Baan 56, Mike Niese tegen Maurice Koekoek met René Kraaienoord als schrijver op baan 56. Baan 50, Sander den Hartog tegen Sander Schoot met Herman Smit als schrijver. Baan 50, Sander den Hartog tegen Sander Schoot met Herman Smit als schrijver op baan 50. Baan 61, Luciano Tardio tegen Bernard Bosch met Mathieu de Roos als schrijver. Baan 61, Luciano Tardio tegen Bernard Bosch met Mathieu de Roos als schrijver op baan 61. Baan 60, Dylan van Dijk tegen Lorenzo Kronk met Denny Strijker als schrijver. Baan 60, Dylan van Dijk, Lorenzo Kronk, schrijver Denny Strijker op baan 60.
We gaan om 3:15 beginnen met de finales van de jeugd. En graag bij het podium vastmelden Larina Rietbergen en Romy Vermeulen. Aan 47 Alfred van der Velde tegen Dennis Kramp en Melvin Gerritsen als schrijver. Aan 47 Alfred van der Velde, Dennis Kramp, Melvin Gerritsen schrijft aan baan 47. Aan 62 Frans Bonnet tegen Pascal van Vierse met Leroy Vos als schrijver. Aan 62 Frans Bonnet tegen Pascal van Vierse met Leroy Vos als schrijver op baan 62. Aan 51 Marcelino Romain tegen Giel Withagen met Ramon van der Veen als schrijver. Aan 51 Marcelino Romain tegen Giel Withagen en Ramon van der Veen als schrijver. Baan 51. Op baan 55, Bas Bonnet tegen Patrick de Brouwer met Tom van der Hoge als schrijver. Op baan 55, Bas Bonnet tegen Patrick de Brouwer, Tom van der Hoge als schrijver. Op baan 55. Baan 56, Mike Niese tegen Maurice Koekoek met René Kraaienoord als schrijver. Baan 56, Mike Niese tegen Maurice Koekoek en René Kraaienoord als schrijver op baan 56. Baan 58, Jorik van Essen tegen Kevin van Elswijk en Frido van Vliet als schrijver. Baan 58, Jorik van Essen tegen Kevin van Elswijk en Frido van Vliet als schrijver. Op baan 53, Mike van Leeuwen tegen Petro Heijnen met als schrijver Jan Dijkstra. Baan 53, Mike van Leeuwen tegen Petro Heijnen, schrijver Jan Dijkstra op baan 53. Op baan 61 wordt gewacht op de schrijver Mathieu de Roos, schrijver op baan 61. Mathieu de Roos op baan 61. Patrick Beenders, schrijver op baan 14. Patrick Beenders, of weer aan Patrick Peters. Schrijver op baan 14. Patrick Peters. Baan 37 wordt gewacht op Sandy Gerwes. Sandy Gerwes, gooi je op baan 37. Op baan 48 wordt gewacht op Boas Vrucht om te gooien. Boas Vrucht, gooi je op baan 48. En Teunhoek, die moet niet. Teunhoeks schrijven op baan 48 en Boas Vrucht gooien op baan 48.
47 wordt nog verwacht om Dennis Kroon te gooien. Dennis Kroon gooien maar 47. En de schrijver Melvin Gerritsen. Melvin Gerritsen schrijft op maar 47. Maar 66, Kimberly. Baan 64, Jeffrey Bastiks tegen Joey de Jong. 43.32 38 Romy require 170 80 100 Romy require 90 40 Lorena, you require 102 25 Romy require 50 34, Patricia Roberger tegen Sanne Loon en Marissa Romeling als schrijver. 42, Lorena, you require 77. Marissa Romeling als schrijver, op haar 37, Romy require 8. 4 Lorena, you require 40 Yes, this game shall end the first leg. Lorena Rietberger. Second leg, it's Romy throwing first.168 123
41.49. 139. 100. Lorraine require 134. 27. Romy require 160. 60. Lorraine require 107. Yes, this game shall end the second leg. Lorena Rietberger. Third leg, it's Lorena to throw first. Game on. Sixty-five. 44. 83. 59. 68. 140. 50. 100. 59. Romy require 158. 45. 82. Romy require 113. 81. Lorena require 92. 76. Romy require 32. 16. Game, shot. En de winnares bij de meisjes, Lorena Rietberger.
51 wordt nog wat geschreven. Marcelino Romee geschreven op haar 51. Matthäus 60. Peter Meijhoff tegen Roger Straatsma met Frans Bonnet als schrijver. Matthäus 60. Peter Meijhoff, Roger Straatsma, schrijver Frans Bonnet. Michel van Vloten tegen Arjan van Bergen en Bas Bonnet als schrijver. Aan 55, Michel van Vloten tegen Arjan van Bergen en Bas Bonnet als schrijver. Op aan 55, aan 56, Arjan Venema tegen Wim Leffers met Maurice Koepel als schrijver. Aan 56, Arjan Venema tegen Wim Leffers met Maurice Koepel als schrijver. Op aan 56. Aan 53, Sander Schoon tegen Peter Heijnen en Mike van Helen schrijven. Op aan 53, Sander Schoon tegen Peter schrijven Mike van Helen. Op aan 53. Aan 37, Susan Konings tegen Yvonne Kraus met de vrijwillige schrijver. Aan 37, Susan Konings tegen Yvonne Kraus met de vrijwillige schrijver. Jij is. Dames en heren, ook hier een 5-1 best of 5. Sydney heeft de boel gewonnen en zal gaan beginnen. Game on! Ninety-seven, 44, 100. Ninety-nine, Sydney, you require 100. 84, Pim, you require 117. 93, Sydney, you require 16. Is that game shot in the first leg? Sydney de Vries. Second leg, it's Pim the throw first. Game on. 125. 24. 60. 97. 58.
46. Eighty-five. 140. Fifty-seven. 96. Pim, you require 116. 56. Sydney, you require 98. 40. Pim, you require 60. 6 games and then a second leg. Pim van Beijnen. Third leg, it's Sydney to throw first. Game on. Forty-six. 80. 95. 60. 96. 40. 43. 40. 57. 80. Pim, you require 164. 119. Sydney, you require 156. 97. Pim, you require 45. 6. Yes, games on in the third leg. Pim van Beijnen. Fourth leg, it's Pim the throw first. Game on. Eighty-one. 60. 58. 100. 58.
41. Ninety-eight. 94. 60. Team, you require 110. 37. Sydney, you require 146. 58. Pimmy requires 73. 37. Sydney, require 88. 6 games on the fourth leg. Sydney de Vries. Fifth and deciding leg. It's Sydney to throw first. Game on. Sixty-four. 100.45. 140. 78. 86. Sydney, you require 119. 59. Pimmy, you require 90. 60. Sydney requires 60. 4. Game, show, en de winnaar van de afsluitende reking, Sydney de Vries.
Kimberly Korver graag melden bij de wedstrijdtafel. Kimberly Korver graag melden bij de wedstrijdtafel. Dames en heren, we spelen een best of 7 legs juniorenfinale. Owen Roelofs heeft de bol gewonnen. Game on! Fifty-eight. Lucky require 40. 6 games and then the first leg. Luke van der Kwast. Second leg is Luke to throw first. Game on. Sixty. 41.
48. Sixty, 100. Sixty. Only require 153. 78. 100. Only requires 75. 75. Yes, that's games on the second leg. Owen Roelofs. Third leg, it's Owen to throw first. Game on. Forty-five. 140. 95. 77. 59. 78. 39. Only require 161. 95. 99. Only require 66. 26. Look, you require 164. 46. Oh, and you require 40. 20. Look, you require 118. 31. Only require 20. Here's this game's on the third leg. Owen Roelofs. Fourth leg is Luke to throw first. Game on. 41. 60. 121. 100. 56. 37. 100. 43. 95.
125. Lucky Require, 88. Only Require, 136. 96. Lucky Require, 31. 15. Only Require, 40. 16. Yes, that's game shall end the fourth leg. Luke van der Kwast. Fifth leg, it's Owen throwing first. Eighty-five. 100. Seventy-seven. 81. 59. 140. I only require 140. 82. Lucky Require, 80. 82. Yes, that's game shall end the fifth leg. Luke van der Kwast. Sixth leg is Luke to throw first. Game on. Forty. 60. 56. 42. 60. 41. 100. 82. 180. Lucky Require, 65. 29.
100. Look, you require 36. Oh, and you require 116. Yeah. 76. Look, you require 6. 7. En de winnaar bij de junioren, Luc van der Kwast. Jordi Krasenberg, Wesley Pessier, Chris Lachman, even een wedstrijd. Chris Lachman, Wesley Pessier en Jordi Krasenberg. Van 64, Pascal van Kielse, tegen Dick Koster en Peter Bielhoff-Schrijver. Van 64, Pascal van Kielse, Dick Koster, Peter Bielhoff-Schrijver. Thank you.
Thomas Vugt, schrijven op baan 48. Thomas Vugt, schrijven op baan 48. Dames en heren, voordat we verder gaan met de laatste drie finales van vandaag, gaan we eerst de prijsuitreiking doen bij de meisjes en de junioren. En daarvoor heb ik twee charmante assistentes aan mijn linkerkant staan. Nee, niet aan de rechterkant links. En dat zijn Hans Elze en Ira van der Horst. Zo, nou moeten we even heel goed gaan zoeken waar wat staat. Goeiedag. We gaan beginnen met de meisjes. Jawel, verliesrollen staat er ook ergens tussen. Ik heb nog één verliesrollen week ergens. Zoals jullie zien, het is even zoeken hier en daar.
Dat laat ik mooi aan Ira over, die heeft namelijk de beste ogen, denk ik. En we gaan beginnen met de meisjes. Daar zijn geëindigd. Hebben we ze gevonden, de meisjes? Ja? Nee, we beginnen met de ranking van vandaag. Meisjes, derde plaatsen gedeeld. Mogen naar voren voor hun beker. Laila Brussel en Joella Verhagen. Op een tweede plaats op de afsluitende NDB-ranking is geëindigd Romy Vermeulen. En de winnares van de afsluitende NDB-ranking is geworden bij de meisjes Lorena Rietbergen. En we waren nog eventjes één beker kwijt ergens bij de wedstrijdtafel. Dat is namelijk een derde plaats in de verliezersronde. Die is er voor Julia Sengers. Zegt u? Daar is maar één beker. En dan gaan we over naar de prijsuitreiking bij de afsluitende ranking bij de aspiranten. Daar heb ik een derde plaats in de verliezersronde voor Victor Strijdonk. Op een gedeelde derde plaatsen in de winnaarsronde zijn geëindigd Tinus van Tiel en Bradley Roes.
En op een tweede plaats in de winnaarsronde is geëindigd bij de aspirante Pim van Bijnen. En de winnaar van de afsluitende ranking bij de aspiranten is geworden Sydney de Vries. En dan gaan we in één keer door naar de prijsuitreiking bij de junioren. Daar hebben we geen verliezersronde meer. Daar zijn op een gedeelde derde plaats geëindigd vandaag Jan Poorter junior en Marcel Bus. Op de tweede plaats geëindigd vandaag bij de junioren is Owen Roelofs. En de winnaar van de afsluitende NDB-ranking bij de junioren is geworden Luc van der Kwast. En dan willen de fotografen nog één foto met alle drie de winnaars van vandaag. Dus Lorena en Sydney mogen zich voegen bij Luc voor de foto van alle winnaars bij de junioren van vandaag. Dank jullie wel, Luc, Sydney en Lorena. En ik ga een beetje in de buurt blijven, want ik word een beetje opgejut hier. Ik ga meteen over naar de ranking-uitreiking. Dan ga ik beginnen bij de meisjes. Daar is op een vierde plaats geëindigd op de ranking van dit jaar Joella Verhagen.
Dankjewel. Op een derde plaats bij de meisjes op de ranking is geëindigd Laila Brussel. Op de tweede plaats dit jaar is geëindigd Rosanna van der Velde. En op de eerste plaats op de ranking. Dus niet alleen de afsluitende ranking weet ze te winnen, maar ook de gehele ranking weet ze te winnen. Lorena Rietbergen. Ja, dat klopt. We gaan door met de aspiranten, hoor ik. Dat klopt. Daar is op een vierde plaats geëindigd op de ranking dit jaar Karsten Boelens. Op een derde plaats, ranking aspiranten is geëindigd, Massimo Balsamo. Op de tweede plaats op de aspirantenranking dit jaar is geëindigd Bradley Roes. En de winnaar van de NW-ranking bij de aspiranten 2018-2019 is geworden Pim van Bijnen.
Je hebt ze erbij, maar... Nee, jij niet. En ik zag één foto, hè, Evert. Je maakt er intussen drie. Ik hou je in de gaten. En dan gaan we over naar de laatste ranking bij de junioren. Daar is op een vierde plaats geëindigd Marcel Bus. Bij de junioren ga ik nu twee mensen tegelijk naar voren roepen, want op een gedeelde tweede plaats zijn ze namelijk geëindigd. We hebben geen nummer drie dit jaar. Eén van de twee krijgt dus een nieuwe beker, want daar staat nu derde. Dat wordt gewoon tweede. Mag ik naar voren? Danny Jansen en Luc van der Kwast. Patrick, wakker worden. En op de eerste plaats, NW-ranking, junioren 2018-2019, Jurjen van der Velde. En daar zijn de drie rankingkampioenen allemaal bij elkaar op één foto. Pim van Bijnen, Lorena Rietbergen en Jurjen van der Velde.
We gaan gelijk over ook door naar de prijsuitreiking bij de specials voor vandaag. Zowel de ranking als de afsluitende NDW-ranking hier. Daarvoor heb ik Francis van Koten en Sylvia voor de prijzen. Allebei derde plaats, hè, gewoon, ja. Ja. Andere kant, ja, andere kant gaan. Nee, ik denk niet. En de prijsuitreiking bij de specials doen we even andersom als normaal. We beginnen namelijk met de eindranking, de uitreiking daarvan. En daarbij gelijk vermeld dat de extra prijzen, die envelopjes die hier vooraan verschijnen, zijn aangeboden door het GeForce team. En dat zijn die dingen die, waar ik eigenlijk een beetje voor sta. Op een vierde plaats op de eindranking bij de specials is geëindigd Kik Oosterwijk. En op een derde plaats op de eindranking is geëindigd Ant Jager. Op de tweede plaats van de eindranking is dit jaar geëindigd bij de specials Geoffrey Weling. En de winnaar van de eindranking bij de specials 2018-2019 is geworden Menno Lammers. Thank you.
Lakers zijn gearriveerd op een zo groot geworden dan dit op. Lammers, met dubbel N en Lammers met dubbel M. En dan gaan we in één keer door naar de afsluitende NDB-ranking bij de specials. Ja, ik zie je heel moeilijk kijken, Evert, sorry, maar het moest even andersom. We zijn op een derde plaats geëindigd vandaag. Kik Oosterwijk en Fred Kupers. Kik is even verdwenen. Dus dan gaan we eventjes door met de nummer. Ja, maak deze foto maar vast, heren. Doe maar. Ik heb wat tijdsdruk in mijn nek. Nee, jullie niet, nee, dat begrijp ik. Nee, ik niet. En erbij, hè? Op de tweede plaats vandaag geëindigd. Bij de afsluitende ranking is Geoffrey Weenink. Ze hebben Kik gevonden. Nou, nog één keertje dan. Derde plaats vandaag, Kik Oosterwijk. En de winnaar van de afsluitende NDB-ranking bij de specials is geworden Menno Lammers. En dan was dat de prijsuitreiking ook bij de specials. En ik geloof binnen 3 minuten, zeg ik even uit mijn hoofd, gaan we door met de volgende finale.
krijgen we nu op het podium, finale Heren B, Petro Heine, Lorenzo Pronk. Petro Heine, Lorenzo Pronk naar het podium. Niet? Die gaf. Martijn Kleermaker en Luc Peters naar het podium. Martijn Kleermaker en Luc Peters. Allebei nog 6, ja. Ferry Huttinga, Dick Koster, Edel Slijker, Patrick Koenhouwer. Dat is de finale verliezersronde in de B. Na 22, Ferry Huttinga, Dick Koster, Patrick Koenhouwer, Edel Slijker. Time to throw for the ball first. Dames en heren, we spelen een best of 3 sets, best of 5 legs. Luc heeft de bal gewonnen. Game on! Fifty-eight, 140. Fifty-eight, 91.
60. Sixty, 80, 58. 59. What time you require? 152. 85. 170. What time you require? 67. Yes, that's game show. Then the first leg, Martijn Kleermaker. Second leg, it's Martijn to throw first. Game on. One hundred and 34. 140. 100. 57. 131. 58. Luke, you require 136. 128. What time you require 146? 58. Luke, you require 8. 8. Yes, that's game show. Then the second leg, Luke Peters. Third leg, it's Luke to throw first. Game on. One hundred and 80, 57. 180. Luke, you require 60. 60. Yes, that's game show. Then the third leg, Luke Peters. Fourth leg, it's Martijn throwing first. 180. 140. 53.
140. One hundred and twenty-three. What time you require? 143. 58. Look, you require 98. 98. Yes, this game's in the first set. Luke Peters. Second set, first leg. It's Martijn to throw first. Game on. 140. 60. 60. 91. 93. 99. 140. 81. What time you require? 68. Yes, that's game. So then the first leg, Martijn Kleermaker. Second leg is Luke throwing first. 60. 100. 100. 100. 60. 100. 60. 93. 60. What time you require? 108. 100. Look, you require 161. 96. Martijn, you require 8. Yes, that's game. So then the second leg, Martijn Kleermaker. Third leg, it's Martijn to throw first. Game on. 180. 95. 180.
41. But now you require 141. 65. 120, but now you require 76. 56. 85, but now you require 20. Yes, this game, so then the second set, Martijn Kleermaker. Third set, first leg. It's Luke to throw first. Game on. All 100. 57. 140. 85. 100. 100. Luke, you require 161. 137. 140. Luke, you require 24. 6 games, so then the first leg, Luke Peters. Second leg is Martijn throwing first. 180. 180. 180. 99, but now you require 141. Wow. 81. 81, but now you require 60. 24. Luke, you require 141. 85. Martijn, you require 36. Yes, that's game. So then the second leg. Martijn Kleermaker. Third leg is Luke to throw first. Game on. 121. 43. 125. 100.
59. Oh, 100. Oh, 140. Oh, 60. Look, you require 56. Yes, that's game shall end the third leg. Luke Peters, fourth leg is Martijn throwing first. 100. Oh, 140. Oh, 81. Oh, 100. Oh, 100. Oh, 140. Oh, 100. Look, you require 121. Game, shot, and the winner, and here are Luke Peters. We gaan direct beginnen met de prijsuitreiking bij de heren aan. Dan begin ik met de prijsuitreiking, Evert, wakker worden. Bij de afsluitende NDB-ranking, daar zijn op een derde plaats geëindigd Chris Landman en Michel van der Horst. En dan roep ik het heel leuk om allemaal. Maar Patrick. Oh, kijk, hij heeft ze. Wie staak is het dan? Allebei? Oh, dat had je er even bij moeten zeggen, Patrick. We gaan over naar de nummer 2 van vandaag. Want die andere twee hebben hem al opgehaald. Tweede plaats vandaag geëindigd, zojuist gezien, Martijn Kleermaker. En op de eerste plaats geëindigd, afsluitende NDB-ranking. Mooie finale gezien daar, Luc Peters.
En we gaan ook gelijk door naar de prijsuitreiking bij de eindranking Heren A. Daar is op een vierde plaats geëindigd Nick Krabbel. Op een derde plaats op de ranking is geëindigd Luc Peters. Tweede plaats is geëindigd, is al naar huis, Jeffrey, en dan staat er nog iets achter. Ik denk Sparidaans, gok ik. Staat alleen SP. En dan winnaar, NW ranking seizoen 2018-2019. Heren A, Patrick is ook wakker aan de andere kant. Martijn Kleermaker. Schrijvers, ja, heb ik ze? Ja, ik heb ze. Dan gaan we gelijk door naar de damesfinale. 5-1 best of 9. Daarvoor mogen naar het podium Aileen de Graaf en Astrid Trouwborst. Erwin, ben je klaar? I leave the throw for the ball first. Vijfde lijn, best of 9. It's Astrid to throw first. Game on.
26.140. 100. I only require 146. 58. 59. Eileen, you require 88. 6 games on in the first leg. Eileen de Graaf. Second leg is Eileen to throw first. Game on. Sixty-three. 41. 61. 66. 71. 81. 93. 41. Eileen, you require 157. 95. 82. Eileen, you require 62. 6 games on in the second leg. Eileen de Graaf. Third leg, it's Astrid to throw first. Game on. 55. 43. 45.
26. Fifty-seven. Eighty-five. Ninety-nine. 60. 133. 81. Eileen, you require 112. 6 that's game shot in the third leg. Eileen de Graaf. Fourth leg, it's Eileen to throw first. Game on. Forty-one. 70. 56. 26. 40. 55. 57. 58. 85. 66. 44. 100. 41. Astrid, you require 126. 42. Eileen, you require 137. 97. Astrid, you require 84. 59. Eileen, you require 40. Yes, that's game. So then the fourth leg, Eileen de Graaf. Fifth leg, it's Astrid to throw first. Game on. 100. 100. 100.
55. Eighty-five. Ostrich, you require 161. 60. 140. Ostrich, you require 101. 84. Eileen, you require 121. 85. Astrid, you require 17. 1. Eileen, you require 36. 18. Astrid, you require 16. Yes, that's game shot in the fifth leg. Astrid Trouwborst. Sixth leg, it's Eileen to throw first. Game on. One half of the night. 43. 100. 100. 55. 41. 81. 22. Eileen, you require 85. Game, shot. En de winnares, mijn dames, Eileen de Graaf. Dat is waar. Dat doen we eerst dames of eerst specials? Ja?
Oké, we gaan gelijk door naar de prijsuitreiking bij de dames. Begin ik met de afsluitende ranking bij de dames. Daar zijn op de nummers plaatsen 3 geëindigd. Zijn allebei naar huis. Olga Hogekamp en Femke Herms. Op een tweede plaats geëindigd daar hebben we zojuist kunnen zien, is geëindigd Astrid Trouwborst. En de winnares van de afsluitende NDB-ranking is geworden Aileen de Graaf. Aileen, blijf hier alsjeblieft. Want bij de dames op de ranking heb ik de nummers 2, 3 en 4 die allemaal aan huis zijn. Daar zijn geëindigd op een tweede plaats Sharon Prins, derde plaats Anita van der Velde en op een vierde plaats Marjolein Nooyons. Winnares 2018-2019 bij de dames Aileen de Graaf. En dan voor de gezamenlijke foto, mag vast naar voren komen als hij niet al in de buurt is. Winnaar ranking, heren A, Martijn Kleermaker. Ben je nog in de buurt? En dan mogen de heren fotografen nog even blijven staan, want hier ook, rustig. Want we gaan meteen de paradarters erachteraan. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Ja, maar. En dan beginnen we met de afsluitende ranking paradarters. Daar zijn op een gedeelde derde plaats geëindigd Anton van Hemert en Martijn Wouters. Op een tweede plaats geëindigd vandaag bij de afsluitende ranking Michailovic van Velsen.
En de winnaar bij de Paradarters op de afsluitende NDB-ranking is geworden Cliff Ruiter. En dan gaan we direct door naar de eindranking Paradarters. Daar is geëindigd op een vierde plaats Matthijs Wissink. En op een derde plaats is geëindigd op de ranking dit jaar Arie van der Rassel. Zo doen we het allemaal wel. Een tweede plaats op de eindranking bij de Paradarters is dit jaar voor Cliff Ruiter. En de rankingwinnaar Paradarters 2018-2019, Michailovic van Velsen. En over iets meer dan 5 minuten gaan we beginnen met de laatste finale. De finale bij de Heren B. Ja, het is leuk dat jullie het omroepen, maar kwart voor gaan we de laatste finale bij de Heren B spelen.
klavier. Nog niet klaar? En dames en heren, laatste finale van vandaag. Heren B, graag naar het podium voor een 5-1. Best of 7, Pedro Heijnen en Lorenzo Pronk. Thank you.
Dames en heren, we spelen een best of 7 legs. Pedro heeft de boel gewonnen. Game on!135. 100. Pedro, you require 143. 127. 60. Pedro, you require 16. 12. 134. Pedro, you require 4. 6 games will end the first leg, Pedro Heine. Second leg is Lorenzo throwing first. 60. 42. 100. 60. 60. 140. 100. 34. 57. 85. Lorenzo, you require 124. 56. Pedro, you require 140. 120. Lorenzo, you require 68. 52. Pedro, you require 20. No score. Lorenzo, you require 16.
8. Pedro, you require 20. No score. Lorenzo, you require 8. No score. Pedro, you require 20. Fifteen. Lorenzo, you require 8. Yes, that's game. So then the second leg, Lorenzo throw. Third leg is Pedro to throw first. Game on. /121. /28. /81. /60. /85. /100. /100. /99. Pedro, you require 114. /88. Lorenzo, you require 58. Pedro, you require 16. /8. Lorenzo, you require 156. /95. Pedro, you require 8. Yes, that's game. So then the third leg, Pedro Aina. Fourth leg is Lorenzo throwing first. /30. /45. /81. /60. /83. /45. /99. /95.
47. Lorenzo Yuqua, 161. 38. Pedro Yuqua, 76. 56. Lorenzo Yuqua, 123. 89, Pedro Yuqua, 20. 89. Yes, that game shall end the fourth leg. Pedro Aina. Fifth leg, it's Pedro who throw first. Game on. '60. 100. 140. 89. 140. 85. Pedro Yuqua, 161. 41. 135, Pedro Yuqua, 120. 43, Lorenzo Yuqua, 92. 66, Pedro Yuqua, 77. 37. Lorenzo Yuqua, 26. 22. Pedro Yuqua, 40. 20. Lorenzo Yuqua, 4. 4. Yes, that's game. So then the fifth leg, Lorenzo Prunk. Sixth leg is Lorenzo to throw first. Game on. Forty-five. 83.
85. Sixty. Ninety-six. Thirty-eight. 59. Lorenzo, you require 140. 40. 100. Lorenzo, you require 100. 78. Pedro, you require 116. 34. Lorenzo, you require 22. 14. Pedro, you require 82. 66. Lorenzo, you require 8. 4. Pedro, require 16. 4. Lorenzo, require 8. 6 leg. Lorenzo Prunk. 7th and deciding leg. It's Pedro to throw first. Game on. Fifty-seven. 140. 140. 59. 28. 180. 23. Lorenzo, you require 122. 4 of overgaan naar de prijsuitreiking. J. Flederis, is die nog binnen? Heel toevallig. J. Flederis. Ben je nog binnen? Kom dan even langs hier. Zo niet? Dan niet. Welke gek schrijft dat op dan?
En wie schrijft dit op? Welke lolbroek is dat? Dan gaan we direct door naar de prijsuitreiking. En dan begin ik met de laatste ranking. Daar zijn op een... Zo, wacht even hoor. Oh ja, nee. Het lijkt wel hier nog liever. Op een gedeelde derde plaats geëindigd. John Nagelhout en Herman Willems. Op een tweede plaats geëindigd, afsluitende NW-ranking, is geëindigd Pedro Heijnen. Stukje, zei hij. En de winnaar van de afsluitende NW-ranking Heren B is geworden Lorenzo Pronk. En dan gaan we direct door naar de uitreiking van de ranking. Daar is geëindigd op een vierde plaats Herman Willems. Ja, ik wil net zeggen. De derde plaats daar is Anne Huis, is geëindigd Mike Everts. Dan gaan we door naar de nummer 2 van de ranking Heren B. Dat is geworden Judith van Essen. En dan de winnaar Heren B rankingseizoen 2018-2019 is geworden Lorenzo Pronk. Ja.
zo doorgaan ook. Ik zeg echt wel wat ik meer zag. Dan wil ik vanaf mijn positie iedereen bedanken die hier vandaag aanwezig is. De hele organisatie bedankt voor vandaag. Onze fotograaf Hero, heel erg bedankt. Top dat jullie er waren. Dankjewel Evert, vriend. Ik wil iedereen een goede terugreis wensen en hopelijk tot volgend seizoen allemaal.